Dit is een bespreking van Aeneis 6de boek de regels 54 tot en met 68. Ineas is in Cumae om de toekomst uh, te horen te krijgen van de Sibylla. In het voorafgaande hebben we gezien hoe de Sibylla bezeten wordt door Apollo en aan Ineas vraagt om tot Apollo te bidden. Talm jij, Trojaan Ineas, met je gebeden en je geloften? En dit is kennelijk een uh, indrukwekkend schouwspel voor de Trojanen, zien we dadelijk in het vervolg. Gelidus is het eerste woord, bijvoeglijk naamwoord, betekent uh, ijskoud of gewoon koud. Het congrueert met tremor, een heel eind verderop, dus een ijskoude rilling. En dan metafoor, rende. letterlijk rennen is dat aan de Trojanen, de afstammelingen van Tuiker, een van de Trojaanse voorvaderen. En die rilling die rende door de botten, nog, een, eh, nog twee woorden die ver van elkaar afstaan, en daarbij Dura rende door de harde botten. Dus de Trojanen die, eh, die zien die Sibilla bezeten worden en die eh, reageren daar op deze manier op. Ze krijgen de koude rillingen. En Voendiet uh, en hij giet, onderwerp is de koning, dat is dus Aeneas. En hun koning heb ik vertaald, dus de koning van de Trojanen, die giet gebeden, staat er letterlijk, op Pectoren vanuit zijn borst, vanuit zijn onderste borst, vanuit het diepste van zijn borst heb ik vertaald. Aeneas bidt tot Apollo, zoals de Sibella hem gevraagd heeft. Uh, die, uh, Apollo noemt Aeneas hier Phoebus, Phoybus in de vocatives, Phoebos. Apollo is ook de Griekse naam van Apollo. De stralende betekent het letterlijk Phoybus. Uh, miserate, zo spreekt die uh, Apollo aan. Miserari is een deponens wat medelijden hebben betekent. Miseratus betekent dus medelijden gehad hebbende. En daar is dit dan weer de vocativus van. Dus ik heb vertaald met jij die altijd medelijden hebt gehad met, in het Latijn heeft dat de accusatives, met de inspanningen, en daar hoorde bij graves, met de zware inspanningen uh, van Troje, en dat altijd. Dus Aeneas uh, die zegt Apollo meteen, je hebt mij altijd geholpen, dat moet je nu ook doen. Je hebt altijd medelijden met ons gehad, doe dat nu ook. Dan krijgt Foibos uh, nog een pluim. Uh, gij, jij die, jij die, die, die uh, gedirigeerd hebt, gericht hebt. Direxti is hetzelfde als Direxisti. Jij die gericht hebt. De Dardana-Tela, zoals zo vaak de, het bijvoelig naamwoord helemaal vooraan. De Dardaanse wapens. Dardaans weten we zo langzamerhand is een ander woord voor Trojaans. Die de dardaanse wapens gericht hebt van Paris, dus die wapens waren van Paris, en de handen van Paris corpus in op het lichaam van de Ayakide. En Ayakida betekent een kleinzoon van Ayakos en dat is Achilles. Paris heeft uiteindelijk Achilles gedood en daar heeft Apollo hem bij geholpen. Dus Aeneas blijft zeggen, Apollo je hebt ons steeds geholpen, dat moet je nu ook doen. Nu komt de ellende die Eneas zelf heeft doorgemaakt, in Travi, ik ben binnengegaan, daarbij leidend voorwerp Maria, zeeën, zoveel zeeën ben ik binnengegaan, zeeën die ontmoeten, op Ieren betekent tegemoetkomen of ontmoeten, natuurlijk een, uh, een beeldspraak, zeeën die ontmoeten, grote landen. Dus ik heb allerlei zeeën bevaren, zegt Eneas, die, uh, die stromen rondom grote landen. En dat heb ik doeketee gedaan met u als aanvoerder onder uw leiding. En Penitusque, ik ben ook binnengegaan, moet je hier nog bij denken. En helemaal, uh, dat is ongeveer Penitus, helemaal ver weg geplaatst, de volkeren. Van de Massiliërs ben ik binnengegaan. En de Massiles, dat is een volk in Noord-Afrika. Dus dat slaat op het bezoek aan Carthago. En ik, ik ben binnengegaan de akkers, de Arva. En die zijn praetenta uitgestrekt aan de cirtes. En de cirtes, dat zijn zandbanken voor de kust van Noord-Afrika. Dus ook die uh, akkers die uh, gelegen zijn voor de cirten, de cirtes, dat slaat op het bezoek aan Carthago. Uh, dus ik heb zoveel volkeren heb ik bezocht. En jam Tandem, nu eindelijk, Prendimus, grijpen we uh, de ora's, de kusten. De vluchtende kusten, dus die, vl die kusten zijn als het ware steeds voor ons weggevlucht van Italië. Nu, Apollo, we zijn er bijna. Nu moet je ons ook weer helpen. Jij die ons altijd geholpen hebt. Uh, Haaktenoes betekent tot hiertoe, tot nu toe. Uh, in proza meestal aan elkaar gespeld. Haaktenoes als één woord dus. Fuberit secuta. Sequi is een deponens dat volgend betekent. Dus actieve talen. Laat, laat ons tot hiertoe achtervolgd hebben. Het Fortuna en daarbij Trojana. Het Trojaanse lot. Dus het Trojaanse lot is een ellendig lot. Laat het ons tot nu toe achtervolgd hebben. Oké. Okay. De conjunctivus geeft een toegeving aan. Maar laat het nu afgelopen zijn. Dat is de bedoeling. Wij hebben nu recht op wat geluk. Dan gaat Ineas nog andere goden toespreken, namelijk vos quoque, ook u, dat ook u spaart. Dit is een accusativis cum infinitivo die afhangt van fas est. Het is gerechtvaardig dat ook jullie sparen, nu Parker heeft in het Latijn de dativus, dus vandaar genti, dat jullie sparen, nu eindelijk, jam, het volk en daarmee congruerend pergameai, het volk van Troje. Pergama of Pergamon is de burgt van Troje. Dat ook jullie nu het volk van Troje sparen, dat is vast, dat is, dat is gerechtvaardigd, zegt Eneas. En dan zegt hij wie die met jullie bedoelt? Dieque deique omnes Polycyndeton twee keer que alle uh, goden en godinnen allemaal. Aan wie in de weg stond, Ilium Troje en de reusachtige Roem Gloria van Dardania, nog een woord voor Troje. Hij bedoelt natuurlijk, weet de lezer, met name Juno, die iets tegen Trojane had, zoals we in de proloog gelezen hebben. Ten slotte spreekt Aeneas de Sibilla toe, Tuque O Vates, O Zineres Sanctissima, Allerheiligste Zineres, Preiscia Venturi. Uh, Preiscius is van tevoren wetend van het, van het zullen komen. Dit is eigenlijk een uh, participie van het futurum. Dus jij die op de hoogte bent van de toekomst, daar is de imperatiefus van. Dare geven, geef. En daarvan hangt straks deze ACI af. Geef dat de Trojanen zich vestigen in Latium. En een tussenzinnetje sla ik dan heb ik dan even overgeslagen. Ik vraag, ik vraag koninkrijken, staat er letterlijk, ik heb enkelvoud vertaald. Ik vraag koninkrijken, posco regna, non indebita meis fatis, die niet, niet voorbestemd zijn door mijn lotsbestemmingen. Dus ik vraag om iets wat mij toekomt. Dat is wat Eneas uh, zegt. Non in debita is een voorbeeld van een litotes, dus niet niet verschuldigd, niet niet voorbestemd. Ik vraag dingen die volgens mijn lotsbestemmingen mij heel erg toekomen, heel erg voorbestemd zijn. En dat is dus dat de Trojanen zich vestigen in Latium. En wie moeten zich nog meer vestigen in Latium? De zwervende goden, dat zijn de penaten, de huisgoden die Aeneas mee heeft genomen uit Trooien, en de agitata nomina Trojai en de opgejaagde de agitata uh, nomina godheden van Troje